boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. Welkom bij alweer een nieuwe video op dit, dit kanaal. Weer al een gloednieuwe video. Ik heb weer al bij ProDarts. Jullie weten dat ik daar een keer shafts en flights had besteld. Dus, en ik was eigenlijk best wel tevreden van de levering en zo. En tevreden van de kwaliteit van de shafts en zo. Dus, ik heb daar afgelopen zaterdag terug besteld. Ik was toen nog op vakantie. En nu is het maandag en mijn bestelling is klaar, is verwerkt eigenlijk. En ik heb daar dus nog een heel ding in flights besteld. Ik heb daar 19 sets flights besteld. Dus ik heb de Red Dragon set van drie flights. De Peter Wright, Snakebite, DWC, Snakeskin F-Curve. Dan nog eens de Red Dragon set van 3 flights. Weer al de Peter Wright, Snakebite, DWC, Red Snake. Dan weer Peter Wright flights, de Snakeskin. Unicorn set van 3 flights, Ultrafly, Eat Sleep, 180 Repeat. Dan Shot set van 3 flights, Enso. STD.6, Standard.6 denk ik. Dan de Bulls set van 15 flights, Power Flight Red. Dan de Bulls set van 3 flights, Dimple Tech, B, STD, Blue and White. Dan de Shot set van 3 flights, de Odin's Spear, Black, Slim. Dan heb ik ook nog eens Bulls flights, de Dimplex Slim. Van Raymond van Barneveld. Dan de Unicorn set van 3 flights, Ultrafly, Sick Graffiti. Dan XQ Max set van 3 flights, Slim. En daar heb ik er 2 sets van besteld. Daar heb ik dus 2 dingen van besteld. Van Michael van Gerwen. Dan heb ik de Unicorn set van 3 flights, Ultrafly, Riot Graffiti. Dan heb ik nog de Bulls set van 3 flights, Solid, Black en Gold. En dan heb ik nog de Target set van 3 flights, Purple. En natuurlijk, van wie kan het anders zijn dan Luke de Nuke Littler. Dus ik heb de meeste flights aan heel veel korting besteld. Zoals de Michael van Gerwen flights, die waren 25 cent. Dus ik heb daar 2 van besteld, dus 50 cent. En de rest, de duurste flights waren die van Bulls, 15 flights, 6 van 15 flights. Dat was 4,50 euro. Maar voor de rest was het ongeveer rond de euro. De duurste, dat niet in korting was dus de Luke Littler flights. Die waren 1,75. Dus ik hoop dat die zo snel mogelijk hier zijn. Het is nu maandag en de bestelling is... ze gaan die beginnen. Allee, die is verwerkt. De bestelling is verwerkt, dus ik hoop dat ik ze morgen op dinsdag heb. En dan check ik jullie guys sowieso bij het volgende stukje van deze video. En bij de unboxing. Dus wat doe ik nu altijd voordat ik een unboxing ga doen? In handen klappen, dus ja. Oké, boys en girls, mijn pakketje is hier. Het is een dagje later natuurlijk. En het is met transport gekomen. Hier hebben we de Bulls, de rode flights. Dat zijn de 15 stuks, denk ik. Ja, dat zijn nummer 15. Oké, welke hebben we als volgende? Oké, hier zit nog. Nou, dat zijn nog de dinges. Oké. Dan hebben we de Michael van Gerwen flights, de XQ Max. Daar hebben we nog eentje van, geloof ik.
Dus dat zijn nog weer de Michael van Keuren flights. Dan hebben we de Odin Spear Black Flight Slim. Dan hebben we de Bulls Dimpletech Flights, de blauwe variant. Dan hebben we de Unicorn Ultrafly 100, deze flights. Zien er echt wel sick uit. Dan hebben we de Red Dragon Snakebite flights van Peter Wright. Ik weet niet welke het al zijn, maar dat zijn er wel chique. Dan hebben we terug de Snakebite flights. Ook weer van Peter Wright. Dan hebben we One Sleep 180 Repeat flights. Dan hebben we de Snakebite. Dan hebben we nog Snakebite flights van Peter Wright. Dan hebben we de Unicorn Riot flights. Dan heb ik de Raymond van Barneveld flights. En dan heb ik de Bulls Power Flight Gold and Black. Dan heb ik de Shot Zen Enso Flight Small Standard. En dan als laatste setje van de flights heb ik de Luke the New Glitterer Flight. Ja, dus ik heb 18 of 19 sets flight besteld. En de nice vind ik eigenlijk wel. Ja, die van Snakebite, denk ik. Dus dat zijn zo'n beetje de flights die ik besteld heb. Die Riot flights zijn ook wel goed. Ja, echt, dat zijn. Deze zien er ook wel best wel nice uit in real life. Ja. Oh, mijn flights vallen also. Maar deze was dus een beetje de video. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Ik ga mijn flights uitproberen op mijn dartboard van Lumora. Dus ja, ik zie jullie guys graag terug in de volgende video. En daar speel ik nog met de Hurricane. Van Kim Huibrecht's flights, de cartoon versie. Dus let's go. Ik zie jullie guys graag terug bij een volgende video. Ah nee, ik geloof dat ik met Antibates flights speel. Dus let's go, ik zie jullie guys in de volgende video. Let's go, dan gaan we weer een darts video zijn. Let's fucking go. Bye.